Sinterklaas komt eraan. Ja, het is toch gelukt, hè? Kijk, als we maar hard... Zullen we nog een liedje doen? Hij is nog hier, hè? Hij loopt ook niet zo snel, natuurlijk. Oh, Sinterklaas! Hoi! Kom maar hier, we hebben hier een hele mooie stoel hebben ze hier voor je neergezet. Zo, hé. Hij is wel groot, hè, Sinterklaas, hè? Hij is wel groot, hè? Even een beetje ruimte maken voor Sinterklaas, dat hij niet struikelt over al die kinderen. Oh, kom maar, Sinterklaas. Oh, helemaal te stom, ik heb een handje geven. Kom maar even zo, Sinterklaas. Ja, nou welkom Sinterklaas. Van harte welkom in ons mooie weer. U heeft er natuurlijk al heel veel van gezien tijdens de rijtocht. En u heeft al heel veel kinderen gezien, maar uiteindelijk zijn ze allemaal hier binnen en droog. Allemaal. En droog. En droog. Dat is het allerbelangrijkste. Sinterklaas, ik ga even de microfoon aan u geven, dan kunt u iets tegen de kinderen zeggen. En ik geloof dat Hoofdpiet dadelijk nog even iets geeft. Zijn we iets vergeten? Wat zijn we vergeten dan? Op het allerzachtste zingen. Oh, dan gaan we dan nog, nog een keer doen, Hoofdpiet. Wat zullen we nog een keer doen? Sorry, ik heb niet meer gezegd. Hoofdpiet, zullen we het nog een keer doen? Nog een keertje doen, dit liedje? Willen jullie het nog een keer doen? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Maar Hoofdpiet, ik heb gehoord dat er ook een jarige in de zaal is. Zit er een jarige in de zaal? Wie is de jarige dan? Chantal Verbiezen. Oh, echt Chantal, is Chantal jarig? Ja. Kom maar eens naar voren dan, Chantal. Ja, lieve kindjes, je zult het niet geloven, maar dit is eventjes Chantal die is jarig. En dat moeten we vandaag een klein beetje vieren door een beetje in de zonnetje te zetten. En wat zingen we dan met z'n allen? 3, 2, 1, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nou, is al genoeg, Chantal. Hup, aan de kant. Sinterklaas is veel belangrijker. Maar Sinterklaas, hiervoor zit nog een hele kleine gut. Kom maar eens even bij Sinterklaas. En die is ook jarig vandaag. En dat is misschien net zo belangrijk. Dus gaan we nog een keer. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. Heel goed, dan wat gaan we allemaal doen? Want ik heb mijn boek kan ik niet vinden. Het boek is voor jou. Heeft iemand dat boek gezien? Ja! Heeft iemand dat boek gezien? Ja! Oh, daar! Hier is het Sinterklaas! Ja, want daar hebben jullie goed voor gezorgd. Want hebben jullie het Sinterklaasjournaal gevonden? Ja! Ik vind niet waar. Er zit geen logo op. Dat hebben ze dan vergeten, denk ik. Ja. Ja, is dat vergeten? Het logo staat Oh ja, nee, op. Dat klopt inderdaad. Ik had een nieuw boek gemaakt, hè? Maar ik kan jullie verzekeren, lieve kinderen, het oude boek waar alles al in stond, dat is toch echt de beste Sinterklaas. Helemaal bijgehouden door deze goede oude baas, hè? Zo. Ja, mooi, hè? Hoofdpiet? Ja, lieverd? Ik heb een brief gekregen. Stil. Ik heb een brief gekregen van Kim Keizer. Kim Keizer?
bezig. Oh, ik heb lekker. En die schreef, schreef ze, dat haar man en kinderen een heel verdrietig waren. Oh, omdat het met de voetbalclub van hun niet zo goed ging. Oh nee, met welke voetbalclub is dat dan? Ik ben zelf voor Valencia. Ja. Maar hun zijn voor Ajax. Voor Ajax? Dus hoofdpiet. Zou jij Jordi, Lano, Javi en Sen dan even naar voren willen roepen? Jazeker! Jordi, ja, kom maar eens even naar voren! Nou Jordi, jij bent ook een Ajaxie? Ja, zeker, maar als het niet. En jullie zijn allemaal voor Ajax. Voor wie ben jij dan? Oh, voor PSV! Oh, nee. Ja! Ik ga niet zo goed met jullie club. Maar ken jij wel Ajax liedjes? Ken jij Ajax liedjes? Oh, nou, ik denk dat ik jullie maar eens vraag om samen met zijn kinderen een Ajax liedje te zingen. Ja? Zullen we Ajax doen? Nee? Ze hebben geen zin in de studio. Wat mag je daarheen? Een applaus voor jullie! De Ajax is waar, dat is Thijs, Schier en Koen. Geen club die hond. Dan even, zijn ze Ajax in ieder geval zitten. Waarom zijn ze nog 60? De Rooster met Klotkampioen. Waarom staan ze 60? Waarom staan ze 60 dan? Nou, mag ik een hartelijk applaus? Gaaf. Dus allemaal kleurplaten opvragen bij de buurtsuper, inleveren en dan komt het helemaal in orde, oké? Okay?